Hallo kijkers, tof jullie kijken. En het is een goed nieuwe aflevering van de KV Mechelen Carrière-mode. Voor jullie is het misschien ook niet zo lang geleden sinds dat er ook een nieuwe KV Mechelen video is online gekomen. Maar voor mij is het echt wel al een tijdje geleden sinds ik dit nog heb opgenomen. Ik even aan de constant kijken. Ah, ik zie dat we derde zijn. Ik wist al niet meer hoeveel we stonden. Ik weet wel nog dat we doorgingen in de Europa League. En dat we dan tegen Leipzig moeten. Goed, de eerste wedstrijd tegen Club Brugge. En ik heb wel zin om deze wedstrijd te spelen. En Club Brugge staat nu al voor. Het duurt niet lang. Orban speelt nu ook tegen zijn ex-team. Want we hadden hem verkocht aan Club Brugge. Ja, oude bekend gezicht staat er ook nu even in beeld. Al bijna een kwartiertje bezig en we hebben nog niks kunnen tonen. Oeh, keeper moet weer redden. Oké, nu is het aan ons om iets te doen. We gaan hier iets aan veranderen, want nu zijn we slecht bezig. Maar nu kan ik wel een kans creëren. Schiet. Schiet nu. Nee, we hebben niet echt grote kansen gehad. Maar we beginnen beter te worden in de wedstrijd. En als ik dan nu zeg, is het weer bal voor Club Brugge en scoren ze weer. Oké, ik hoop dat we het in de tweede helft wel beter gaan doen. Maar misschien moet ik nu beter passen. En nu misschien. De bal ging niet de kant waar ik wou. Ja, nu. Nu moeten we wel scoren. Yes, dat doen we. We zitten nog in de wedstrijd. 1-2. Nog één keer scoren. En dan staan we gelijk. En... ja, dit is vervelend. Ja, het is afgelopen denk ik zo. Ik ga wel nog proberen om te scoren. Misschien dat ik nu nog eens kan scoren. Met de kop. Ja, het is afgelopen. Maar ja, we zitten ook nu in de januari transferperiode. En ik ga even kijken naar mijn inbox. We kunnen Van Kronbrugge misschien wel nu verkopen. Maar we moeten even zien of we ook een goede vervanger hebben. Door 5.7 is wel een nice bot voor hem. Ik kan misschien in ieder geval meer vragen. Ik kan misschien durven wel zelfs om 6.5 te vragen. Ja, dan gaan ze niet meer akkoord. 6 is ook al goed. En daar gaan ze akkoord mee. Dus onze keeper gaat misschien weg. Deze wedstrijd even snel simuleren. Oh, 5-0. Daar heb ik nog niet veel gehad. Stekken met simuleren. Met zo'n grote cijfers win. Ik had beter ook tegen Club Brugge gesimuleerd. Oké, Van Kronbrugge is nu verkocht. Ja, deze wedstrijd wordt dan gespeeld door Koeken in de goal. Hij is ook wel goed. Mijn B-elftal winnen we hier ook. Ik kan Tarkowski eens proberen te halen. Het probleem is dat ik niet echt weet hoeveel hij waard is. Ik probeer met 10 miljoen. En dan gaan ze niet meer akkoord. Ik ga toch proberen om Bart Verbrugge te halen. Of ik ga beginnen met Maarten van der Voort. Misschien kan ik ze wel halen voor 20 miljoen. Oké, wacht. Ze zijn wel bereid om te onderhandelen, ze lopen niet boos weg. Maar misschien als ik dan 24 miljoen vraag. Ik probeer misschien 26 miljoen. Oké, we hebben al veel moeten betalen, maar we hebben dan toch nog een nieuwe keeper. Maarten van der Voort is weer nu terug in de Belgische competitie nu. Hij wordt ook nog gezien als een uitstekende deal. Hoe was nu al 80 reden? Oké. Best mogelijke deal was ongeveer rond de 25 miljoen. Oké. Simuleren nu tegen Anderlecht. Dat is al meteen de eerste test voor Maarten, onze nieuwe keeper. Nou, we winnen. Dat was wel een spannende wedstrijd, zie ik. 3-2. Oké, wedstrijd tegen Westerlo. 2-0 overwinning. De Kastroom heeft doorgescoord voor de laatste tijd veel. Ah, nu komt de wedstrijd.
dat denk ik wel heel erg moeilijk gaat worden. Oeh, dat is wel eens zwaar. Dus eerst Leipzig, dan Antwerp. En dan nog eens Leipzig. En daarna is het nog eens Gent. Ook moeilijk, hè? Ja, nu. Hij is erdoor. Oké, afwerken, please. Nee, keeper het. We halen wel een hoekschop uit, maar ik score bijna nooit uit hoekschoppen, behalve nu misschien. Ja, nu! Oké, we scoren hier toch 1-0 voor ons. Was even zoeken, maar we komen dan toch op voorsprong. Ik denk als we Leipzig kunnen uitschakelen, dat we ver kunnen komen. No. Was even een slechte tackle, maar gelukkig schiet hij gewoon naast gedaan. En dat is gewoon voor hun. Ai ai. Gewoon meteen al scoren doen ze. Nu de voorsprong misschien. Nee. Kan misschien beter passen nu. En nu afmaken. Yes! De voorsprong weer voor ons. Nee. Oei oei. We staan gelijk. Was even niet opletten en dan ja, wordt er afgestraft. Oh, als de Franks passen. Nu afwerken. Yes, de hat-trick en de voorsprong. Weg. Nee, was niet weg en we staan weer gelijk. 3-3 is de stand nu. Maar dat kan misschien nu 4-3 worden als hij afwerkt. Yes! 4-3 voor ons. Nou, het is wel een wedstrijd met veel goals. Even wissel doen, want de speler begint een beetje moe te worden. Nee, weg. Nee, 4-4. Dat was een heel erg stomme manier om nog een doelpunt tegen te krijgen. Ik heb nog even wissel doen. Klasstorm aan de bal. Misschien nu een winnende goal maken, dat zou heel erg episch zijn. Dat doen we ook. Oké. Is dat nog de invaller die scoort? Maar het zou het echt heel mooi maken. Ja, dit is de invaller die scoort. Oké, dat was wel een heel erg spannende wedstrijd dit. Maar we moeten nog uit tegen hun. Dus het is nog niet volledig gespeeld. Ja, aanvallend is deze, gaat deze wedstrijd wel goed, maar verdedigend... vergeet ik deze wedstrijd liever. Maar we winnen toch. Twee spelers en hat-trick ook. En nu komt Antwerpen. Ik ga deze wedstrijd dan toch met een B-elftal spelen. Ook al is het tegen Antwerpen. Snel simuleren tegen Antwerpen. Oh, we winnen nog. Oké. 0-3. Nice. Oké, nu de uitwedstrijd tegen Leipzig. Die ik ga simuleren. Oké, de computer gaat nu bepalen of we doorgaan in Europa League of niet. Ah, we gaan door. Winst in Leipzig, dus dat is wel heel goed van ons. We hebben Leipzig uitgeschakeld. Even hier kijken wie de volgende tegenstanders zijn. Ja, Union gaat ook door. En Anderlecht gaat ook door. Oeh, dat is wel een heel groot nederlaag voor Fenerbahce. Het is wel leuk om even te zien wat andere Belgische ploegen hebben gedaan in Europa. Dus Union moet tegen Getafe, Anderlecht tegen Rennes. Antwerpen heeft verloren dan tegen Lyon. Ja, maar 1-3 thuis. En wij moeten tegen Benfica. Wauw, er zitten wel heel veel topteams nu nog in Europa League. We hebben Sporting, Arsenal, Olympique Lyon, Manchester City, Lyon, Roma. Hoort ook nog leuk tegen Benfica. Ik kan de aflevering hier afsluiten, dus bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie weer terug in de volgende video. Doei doei.